FC Groningen doelman Sergio Pat is gisteravond gearresteerd na de met 3-1 verloren wedstrijd tegen AZ in de trein naar zijn woonplaats Kropswolde. Pat had geen geldig plaatsbewijs en kreeg van twee conducteurs een boete. Er zou een handgemeen zijn ontstaan en tegen Pat is een klacht ingediend wegens mishandeling en belediging. Trainer Danny Buis van FC Groningen wilde tijdens een interview met Piet van Dijken voor Herenstraat helemaal weinig over de kwestie kwijt. Nou, is het natuurlijk een hoop ellende bij de club. Hè. Het loopt van geen meter. 5 verloren, 1 gewonnen. En dan krijg je dit geval met Sergio er ook nog bij. Hoe reageer je erop? Ja, nog niet, omdat ik nog niet alle feiten ken. Nee. Dus daar zullen we moeten afwachten tot dat allemaal op tafel ligt. Ja, precies. Ja. Maar als je leest wat er dan eventueel gebeurd zou kunnen zijn. Hoe sta je dan als trainer? Wat is jouw aanvoerder, hè? Nee, maar Piet, laten we vooropstellen dat eerst duidelijk moet zijn dat de feiten bekend zijn voordat ik iets ga zeggen. Ja. En dat is op dit moment nog niet het geval, dus ik zal moeten afwachten. Nee, want jij doelt er dus op dat alles wat jij gelezen en gehoord hebt, dat je daar niet op reageert. Jij wil eerst met je aanvoerder zelf praten. Ja, ik denk dat het wel zo netjes is. Dat je eerst van de andere kant hoort wat er daadwerkelijk is gebeurd voordat je iets gaat zeggen. Nee, maar ik als trainer, of jij als trainer in dit geval, dan denk ik bij mezelf, ja, wat mij nog iets bespaart. Ja, zo is het wel, toch? Ja. Hey. Nee, ja, maar oké, ik kijk vooral naar ja, natuurlijk het team op het veld. Ja, maar wie rekent erop als hij zeg maar, na zo'n wedstrijd als tegen AZ wakker wordt en die hoort en leest dan over Sergio, dan denk je toch bij mezelf, ja, hallo, wat ben ik hier aan het doen? Nee, ja, nogmaals, ja, dat moet blijken wat er daadwerkelijk gebeurd is. Laat ik zo zeggen, de voortekenen zijn niet gunstig. Nee. Maar ja, ik ben vooral bezig met het team op het veld en daar is ook nog genoeg werk aan de winkel. Ja, maar dus, denk je dat je deze week met een andere keeper speelt? Ja, kan hij in doel staan? Durf ik niet te zeggen. Ja. Nee, weet je niet. Durf ik niet te zeggen op dit moment. Het hele interview met Danny Buis is donderdag te zien in Herenstraat helemaal.